Bonaire, Aruba. En maak het dan de isla die we naar toe hebben. Klein, rond, dik, vierkant, dun, geel, rood, zwart, wit of bruin. Curaçao is bevolkt door een verscheidenheid aan mensen. Wat ze met elkaar gemeen hebben? Het zijn allemaal Nederlanders met een Nederlands paspoort. Zo op het oog zijn er meer verschillen dan overeenkomsten. De Curaçaose Nederlander praat hier papjemens. De Europese Nederlander probeert het, maar houdt het toch liever bij zijn eigen taal. We delen. Hij is zo groot, ja, is goed zo. Ieder zijn eigen wereld, ook hier op Curaçao. En er is nog een belangrijk verschil. De Europese Nederlander houdt van hoempapa tijdens het carnaval. De Curaçaose Nederlander van Tumba. De carnavalsmuziek van Curaçao. Geen hoempapa of paarden in de gang, maar tumba. En die muziek komt van oorsprong uit Afrika. Destijds moesten de Nederlandse paters niet zoveel hebben van die zwarte muziek. En ook nu is de hoeveelheid Nederlanders op dit tumba-festival te tellen op de vingers van één hand. Met die integratie wil het dus nog niet zo lukken. De organisatie heeft daarom de op Curaçao bekende DJ Maarten Schakel uitgenodigd om de tumba te zingen. Maarten heeft dit jaar meegedaan, heel succesvol meegedaan. Dit breekt een beetje de ijs van Nederlanders die ook in de tumba activiteit zullen meedoen. Niet alleen te zingen, maar aanwezig zijn in de festival center. En zo staat deze Nederlandse DJ dit jaar borg voor de geïntegreerde Europese Nederlander. Ik had wel verwacht, omdat ik als Europese Nederlander redelijk uniek zou zijn, dat mensen enthousiast zouden zijn. Maar ja, volgens mij, het publiek was echt fantastisch. En dat heeft me gewoon een beetje een extra zet gegeven om in elk geval plezier te hebben op het podium. Ik denk, als die mensen zoveel plezier hebben, dan heb ik dat niet. Grote vraag is natuurlijk of de gemiddelde Curaçaose Nederlander wel zit te wachten op zo'n uitslovende DJ uit Nederland. Ja, hij had iets uniek met hem. We waren allemaal een beetje te rustig en hij kwam met zijn muziek en met zijn zang. Het was gewoon fantastisch. Zijn ritme? Ja, de ritme was ook goed en hij kon ook goed op de mensen zingen. Over een week is het hier net als in Nederland carnaval. Dan verdwijnen de verschillen voor even en viert het hele eiland, als het althans aan Maarten ligt, gezamenlijk feest.